is gewoon heel erg dik. Na de zwangerschap is het eigenlijk niet meer dun geworden, wat iedereen eigenlijk zei, dat het zou uitvallen. En dat irriteert me echt enorm. Ik kan er helemaal niks mee. En ik hoop eigenlijk dat Leko mij een beetje tips kan geven of dat hij er juist iets anders van kan maken, dat ik er wat meer mee kan. Het eerste wat ik zie is dik haar. Ja, behoorlijk, hè? Ja, hè? Mag ik even aanzitten? Ja. Ja, het mag wat hipper. Het mag wat meer van nu. Dus dan mag het echt wel een klein beetje hier. Dat bordje, dat vind ik mooi. En dan zou ik die voorkant in verhouding langer laten dan die achterkant. Zodat je een klein beetje dat haar wat een beetje gaat kiepen. Dat is namelijk op zich wel mooi, want dan valt die precies mooi sluik zo een beetje naar binnen. Ik denk dat dat heel erg mooi staat bij jou. Vind je dat leuk? Ja, zeker. Zeker, absoluut. Waar je een klein beetje rekening mee moet houden is, als je het korter knipt, zal dat niet minder worden, maar zal dat meer worden. Wil je dat mooi en hip en modisch dragen, dan zal je daar wel de stijltang voor moeten gebruiken. En ik heb een te gek stijltang, die werkt op stoom, dat heet Steampot. Daarbij stijl je het haar met stoom, waardoor het heel mooi gaat glanzen en het ook langer glad blijft. Kijk, dat stijlen, dat is even misschien een 10 minuutjes werk en in het begin een kwartiertje. Maar dan heb je wel een fantastische basis in je haar zitten. En dan blijft het ook heel lang heel goed zitten. Dus eventjes je best doen voor het maximale resultaat. Zo. Ga je mee? Ja, absoluut. Heel stuk goed. Padam. Wow. Serieus? Bij mij in de stoel Maureen. Na het wassen en het conditioneren heb ik hem geknipt in die bob. Ik heb een aantal techniekjes daarvoor gebruikt. Een beetje snijden en een beetje knippen. Een beetje uitdunnen, vooral ook in de nekpartij. Ik heb 4 jaar lang echt een hele bos haar gehad, wat niet verkeerd is, maar waar je niks mee kan. Het voelt heel zwaar. En nu lijkt het net alsof ik helemaal geen haar meer op mijn hoofd heb. Zo licht voelt het. Het is gewoon heel fijn. En daarna heb ik haar de wonderenwereld laten zien met de Steampot. En dat is een stijltang op basis van stoom. Waardoor je die volume, die zij zelf minder mooi vindt, juist heel rustig kunt maken. Dus je maakt het haar echt heel sluik. Leko, super bedankt. Ik kom volgende maand zo weer terug.